Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken en vandaag gaan we een heel mooi dienblad opmaken. Dus heb je daar zin in, doe alvast een duimpje omhoog, dan help je mij ook nog eens meer vindbaar te zijn. Dus dat zou ik heel erg leuk vinden. En abonneer natuurlijk gratis op het YouTube kanaal, dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En alle leuke winacties. Dus dat is natuurlijk ook wel leuk. Binnenkort komt er een hele grote winactie aan. Als er 5000 abonnees behaald zijn. Dus wil je dat niet missen, abonneer dan vast. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het compleet pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden dan heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar het ook naartoe moet, het komt gewoon naar je toe. Extra makkelijk in deze tijd. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Als zij gaan we een mooi dienblad opmaken. Het is een veel aangevraagde video. Het vorige dienblad is een van de meest verkochte ondergronden, dus de meest verkochte pakketten. Het allereerste wat ik ga doen is eventjes de zijkantjes van de oase afsnijden. Ik heb de oase natuurlijk al nat gemaakt. Het is belangrijk dat je het oase nooit onder water duwt, maar dat je het gewoon zelf vol laat zuigen. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Ik heb de oase op een lekschaaltje. Zo hou je het dienblad gewoon echt heel mooi. Er werd gevraagd of ik weer eens een stuk kon maken met hoogtes. Dus dat gaan we ook doen. Allereerst begin ik om aan de zijkantjes de asparagus te steken. Dit doe ik er kort in. En je kan dus best de asparagus in meerdere delen gebruiken. Let dan goed om dat je aan de bovenkant, net boven het blaadje, de tak afsnijdt. En niet zomaar ergens het doormidden knipt of snijdt. Zo werk je het ook mooi af. En dan heb ik mooi roze gips. En deze doe ik ook aan de zijkantjes. En dit steek ik er wat korter in. Dus je kunt de zijtakjes allemaal kort gebruiken. En ik hou een beetje de rand van het lekschaaltje aan. En ik verdeel mijn tak er rondomheen. Als je dat gedaan hebt, is het tijd om de hoogte te gaan bepalen. Ik gebruik hiervoor een aster en ik zie dat deze heel veel takjes heeft aan de onderkant. En die kan ik dus best nog weer gebruiken, dus die haal ik er alvast even af. Maak de onderkant even schoon. Ik snij alles schuin aan, dat is altijd heel belangrijk. En deze zet ik in het midden en hiermee bepaal ik de hoogte in het stuk. Je kan ongeveer de hoogte aanhouden dat als je de steelde insteekt van de punten van het dienblad. Dus die lengte hou ik ongeveer aan. Dan heb je hem mooi in verhouding. Dan heb ik een mooie distel. En deze steek ik ook in de hoogte. Distels hebben verschillende vormen. De een heeft wat meer takken. De ander heeft net een wat hoger of lager. Maar ik ga vandaag met hoogtes werken. Dan heb ik een mooie roze lysiantes. En ook hiervoor geldt dat ik hem in de hoogte verwerk. De een zal meer bloemen hebben als de ander, maar je kan hem in delen en in hoogte schikken naar beneden. Dus ik hou de aster aan als het hoogste punt. En daaromheen werk ik de rest van de bloemetjes. En dan kijk ik een beetje hoe het uitkomt. Soms kun je nog net even een takje beter splitsen. En ik let dus op dat er nooit een bloem in de verdrukking komt. Maar dat het allemaal een eigen plekje krijgt in het stuk. Dit doe ik ook met de limonium. En die zet ik iets meer naar de buitenkant heen. En dit werk ik er rondomheen. Net weer afhankelijk van hoeveel takken de limonium heeft. Heb je een wat kleiner takje, dan kun je die er gewoon kort in steken. En mocht je nou net nog zijtakjes hebben van de aster, dan kun je daar hetzelfde mee doen. Dus dan verdeel je die er gewoon rondomheen. En wordt die net iets korter dan je hoogste punt.
Zo zul je zien dat je stuk straks helemaal in verhouding is. Dan zet ik in de hoogte de Craspedia bolletjes. En deze zet ik een heel klein tikje lager als de asten. Maar zoals je ziet krijgt hij wel mooi een plekje in het stuk. En komt het eigenlijk nergens in de buurt. En dit verdeel ik op 3 plekken er rondomheen. En ik laat hem iets naar de buitenkant heen lopen. Dat geeft een mooi springerig effect. En dit doe ik dan op 3 verschillende plekken. Dus ik verdeel dat mooi. Ik vind de scabiosa altijd een heel mooi sierlijk bloemetje. En dan heb ik een mooi grisantje. Deze verwerk ik er wat korter in. Een mooie pioen. Super mooi dat ze er weer zijn. Pioenen om te zoenen, de eerste weer. En ook deze zet ik er wat korter in. Op 2 verschillende hoogtes. Ik snij ze goed schuin aan. Dat is altijd heel belangrijk. En dan heb ik nog 2 gerbra's die ik er ook onderin wil. Ik steek even voor met een steeltje. Zodat je de oase niet kapot maakt. En de steel niet kapot maakt van de gerbra bedoel ik. En dat hij een mooi plekje krijgt. En dan zet ik de 2 naast elkaar. Vaak steek ik hem er even in en snij ik hem daarna nog eens een keer opnieuw aan. Zodat de vaatjes niet verstopt raken. Dan heb ik nog hele mooie celosia. Ik vind het altijd een heel mooi bloemetje. Het lijkt een beetje koraalachtig. Een heel luxe bloemetje. En deze geef ik ook een plekje onder in het stuk. En zo zie je al dat hij een hele mooie verdeling krijgt. En dat je een heel mooi luxe stuk krijgt. En vooral heel leuk is op tafel. Omdat hij aan alle kanten echt heel mooi is. En dit doe ik ook nog met 3 roosjes. Die stop ik ook onder in het stuk. Ik snij het even weer goed schuin aan. Dat is altijd heel belangrijk. En zo krijgt alles een mooi plekje in je stuk. En dan vul ik de laatste stukjes op met nog wat gipskruid. Dit verwerk ik dus heel kort tussen, zodat er geen oase meer zichtbaar is. Zoals je ziet hebben we dan een heel mooi luxe bloemstuk met hoogteverschillen. Ieder bloem heeft eigenlijk een heel mooi plekje in het bloemstuk. Het komt niet in een verdrukking en komt mooi tot zijn recht. Dat is altijd heel belangrijk bij het schikken van een bloemstuk. Het wordt niet te propperig, maar je hebt echt voldoende bloemen in. Dat vind ik altijd heel belangrijk. Een bloemstuk moet mooi royaal zitten in bloemen en je mag geen oase meer zien. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder het kopje cursuspakketten. We verzenden dus door heel Nederland, België in Duitsland, dus waar je ook woont, komt gewoon naar je toe. Extra makkelijk in deze tijd. Vond je dit nou leuk? Doe even een duimpje omhoog en abonneer dus gratis op mijn YouTube kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's en alle leuke beetjes over het bloemschikken. En dan hoop ik dat jullie dit weer een leuke les vonden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en ik zie jullie volgende keer weer.